via alle kanalen de optimale klantbeleving realiseren. Daar draait het om. Multichannel klantcontact is de laatste jaren dan ook voor steeds meer bedrijven standaard onderdeel van de business geworden. We zijn vandaag bij het Immerse Engage Event in Amsterdam. Het thema is The Next Step in Optimizing Multichannel Customer Experience. Waar staan bedrijven nu en wat is de volgende stap in het realiseren van optimale engagement? Ik ben benieuwd. What do you think for Dutch retail companies in 2016 will be the trend? I don't know what will be the trend, but I know what I think people should be doing and worrying about. It's pretty much the same stuff they should have been worried about 10 years ago, which is to get consolidated data so that data becomes actionable, so they can actually do something with these data in order to better understand who their customers are, where their customers prefer to interact with them and for how long and on which devices and so on. Ik denk dat marketing automation en segmentatie hoog op de agenda staat. Beide onderwerpen waar we al lang over praten, maar op de een of andere manier niet altijd doorzet. En ik denk dat volgend jaar wel degelijk gaat gebeuren. Het thema van vandaag is The Next Step for Customer Engagement. Hoe ziet 2016 er voor Ethos uit wat dat betreft? We gaan voor de Ethos klanten mijn Ethos lanceren, eindelijk. En dat is een klantenkaartprogramma en een app. Waarin we de verbinding gaan zoeken met klanten, zowel emotioneel als transactioneel, op inspiratie geënt en daar de loyaliteit bij bouwen. Next Step voor Telfort is, heel kort gezegd, online first. We willen online experience willen we eigenlijk naar alle lagen van het bedrijf gaan brengen. Wat is voor Samsung de next step in 2016? Nou, 2016 is heel dichtbij. Wat wij willen gaan doen is zorgen dat we heel dicht bij die klant blijven in de ervaring. Dat we die klant verblijden met goede boodschappen en dat we hem vooral bij ons houden. Door inspirerende content, door te zorgen dat hij goed geïnformeerd wordt en dat we goed begrijpen waar die klant zich begeeft in welke fase van zijn journey. En dat we daar ook de juiste boodschap kunnen achterlaten en dat zijn houding ten aanzien van Samsung eigenlijk iedere keer optimaal is. De volgende stap voor ons is echt verder personaliseren van onze dienst. Allereerst zullen we onze data nog beter moeten kunnen ontsluiten. Wij hebben heel veel data, maar hoe zet je al die data om naar inzichten die je gebruikt? Zowel voor dus de site, voor de online channels, als ook voor customer service. Dus hoe krijg je die data naar werkelijke inzichten, werkelijke profielen? Dat is eigenlijk de belangrijkste stap om te zetten. We hebben voor 2016 weer allemaal hele bijzondere dingen op stapel staan. Er komen natuurlijk weer allemaal heerlijke chocoladeproducten in allerlei bijzondere smaken. Daar gaan we de consument ook steeds meer bij betrekken. Daarnaast gaan wij steeds meer onze fans echt activeren om deelgenoot van onze missie te worden. Met Tony's vriendenkring, om ze echt te betrekken bij onze missie. En daarnaast gaan we ook de grenzen over.